Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is David van Overbeek en vandaag heb ik de gast Jasper Dupont. Hij is analist van de huismarkt. Dag Jasper, goedemorgen. Goedemorgen. Er is veel te doen over de huizenmarkt, daar hoeven we niet meer over te soebatten. Veel mensen komen met verschillende oplossingen voor wat er op de huizenmarkt precies zou moeten gebeuren en wat precies nou het exacte probleem is. Jij ziet nog een aantal onderbelichte elementen in deze discussie, die u onder andere op Twitter, via jouw Twitter-account, naar buiten brengt. Zal ook de link in beeld verschijnen voor mensen die je willen volgen. Misschien de eerste vraag is even, Jasper, wat is een onderbelicht element in de huidige discussie wat jou betreft? Een onderbelicht element, of waar veel discussies voor mijn gevoel fout gaan, is hoe überhaupt de prijs van een huis tot stand komt. Mm-hmm. Wat maakt nou dat een huis duur wordt? Mm-hmm. Maar ook wat maakt nou dat het rendabel is om een huis te gaan bouwen of niet? Mm-hmm. Daar zie ik veel misgaan. En ik denk dat de discussie enigszins aan het polariseren is tussen kamp bouwen en kamp financiering inperken. Ja. Ik denk dat dat die beide kampen minder ver van elkaar zouden hoeven staan. Als we het eens kunnen worden over meer de systematiek, hoe het woningmarktsysteem werkt en, mm-hmm. en hoe we dat in de toekomst zouden kunnen verbeteren. Mm-hmm. Laten we eens op zoek gaan naar het redelijke midden, tussen waar de twee uitersten elkaar toch nog raken. Ik denk dat we dat wel zeker kunnen doen in dit gesprek. Eerst maar eens even kijken naar de manier waarop huizenprijzen tot stand komen. Mm-hmm. Wat speelt daar wat jou betreft en wat is de invloed van de WOZ-waardebepaling die we een paar jaar geleden hebben gezien op dat gebied geweest? Nou, de WOZ-waarde is eigenlijk een afspiegeling van de marktwaarde van een huis. Mm-hmm. En dan een huis waarin gewoond mag worden, dus met een woonbestemming, mm-hmm. Op de vrije markt. Mm-hmm. En eigenlijk, de WOZ-waarde loopt meestal een jaartje achter op ongeveer de verkoopprijzen. Dus de WOZ-waarde van mijn huis, ik woon in een koopwoning, weerspiegelt ongeveer waarvoor het huis van de buren een jaar eerder verkocht is. Mm-hmm. En dat is verkocht met de verwachting dat die mensen daar mochten gaan wonen en blijven wonen. Mm-hmm. Dat is de marktwaarde. Het kan ook zijn dat een huis verhuurd gaat worden. Als een investeerder of een belegger denkt van, dit huis kan ik gaan verhuren. Mm-hmm. Maak je een simpel rekensommetje. Vroeger was dat altijd, zeg 200 keer de maandhuur wil ik betalen voor dat huis. Ja. Dus als ik 1000 euro kan vragen, is dat huis voor mij 2 ton waard. Inmiddels is die rente gedaald, wordt dat sommetje anders. Mm-hmm. En biedt die misschien 350, 400 keer de huur. Mm-hmm. Maar de prijs van een huis begint dus bij de huur. Of de maandlast van de huiseigenaar die er gaat wonen. Ja. Op basis daarvan bepaalt hij van wil ik het kopen of niet. Of wil ik het kopen voor de verhuur of niet. En de marktwaarde is daar eigenlijk een afgeleide van. Afgeleide van de toekomstige kaststromen. Exact. Die de huurder verwacht. Ja, de verhuurder verwacht of de eigenaar. Verhuurder. Ja. Ja. Exact, dat is een afgeleide van die maandlast en van zoals je het zegt. Wat op dit moment een actueel item is, is of de WOZ-waarde van huis nu ook bepalend moet zijn voor de huur die kan worden gevraagd. Mm-hmm. Mevrouw Ollongren heeft net een wet erdoor gekregen. Er zijn volgens mij nog wel wat afzwakkingen waarover gestemd moet worden. Of mm-hmm. misschien waren die allemaal ontraden, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar er is in 2015 een wet bedacht die zei van oké, we willen op dure plekken een hogere huur kunnen vragen. Mm-hmm. Dus de WOZ-waarde wordt dan bepalend voor de huur. Mm-hmm. Terwijl de huur is bepalend voor de WOZ. Zoals in de praktijk. Dat is de theorie. Dus de waarde van de woning, de marktwaarde, is een afgeleide van de huur. Ja. Dat is nu een soort van omgedraaid. Mm-hmm. Hebben gezegd van we willen toch heel graag dat huizen ook verhuurd kunnen worden. Dus als de WOZ-waarde 4 ton is, dan zeggen we dat de huur zoveel mag zijn. Ja. Laten we nog even teruggaan naar dat moment toen die WOZ-waarde werd ingevoerd met die reden. Waarom was het toen eigenlijk de bedoeling om de huurprijzen te kunnen verhogen op plekken waar ook duurder wonen was? Ik denk dat het verhogen van de huur is niet per se het doel geweest.
Het komt een beetje uit de tijd van de vorige crisis. Hè. Dus de woningmarkt was ingezakt, prijzen 20%, 25% omlaag. 2008. Tussen 2008 en 2013. Ja. En vooral starters, eigenlijk mensen van mijn generatie die net voor de crisis wat gekocht hadden, die zaten met een dikke restschuld. Op dat moment werden de hypotheken al teruggeschroefd. Je kon minder gaan lenen, je moest meer gaan aflossen. Ja. Dus die huisprijzen stonden eigenlijk nog meer onder druk. Mm-hmm. En zo'n starterswoning, die voorheen door een starter gekocht zou worden, mm-hmm. Was op de markt minder aantrekkelijk. Mm-hmm. Want je kreeg daar geen financiering voor. Op dat moment wilden mensen ook liever vaker graag huren. Ook vanwege de risico's op de woningmarkt. Zeker op dat moment waren die helder in het vizier. Dus er was een verschuiving naar liever huren. Het is ook best goed om aan het begin van je leven eerst even te huren. Want hè, als je voor het eerst gaat samenwonen, binnen 5 jaar... of je bent uit elkaar, of je hebt een kinderkamer nodig. Even heel gechargeerd. Ja. Dus er is best wat voor te zeggen dat je flexibel bent. En er is toen meer gekozen van oké, we willen een flexibele huurmarkt hebben. En het is natuurlijk ideaal als die huizen die onder water stonden van de starters, dat als die werden overgeheveld naar een huursegment. Ja. Er is heel veel voor te zeggen geweest. Ja. Dat was ook destijds toen dat minister Stef Blok de huizenmarkt van ons in het buitenland ging verkopen. Ja. Op zoek te gaan naar oplossingen voor de zogenaamde funding gap. Dat niet alle binnenlandse hypotheekverstrekkers de vraag naar hypotheken konden voldoen. Dat er tekort ook aan was. En dat daarvoor een oplossing moest worden gezocht op het buitenland. Ja, exact. Dus er is geld gezocht om dat marktsegment weer in beweging te krijgen. Ja, die huizenmarkt moest uit de slop, was het idee toen. Ja, en het was ook een perfect moment ervoor, want mensen wilden huren. Het is voor jongeren, er is echt heel veel voor te zeggen dat je eerst huurt. Dus het was op zich prima. Alleen, het probleem is, het is iets te goed gegaan in die zin. Het is bedacht van, zo krijgen we het in gang, maar er is nooit over nagedacht van hoe komt het weer tot stilstand of hoe remt dat dan weer af? Ja, waar stabiliseert het? Waar stabiliseert dat? Want wat gedaan is, is we kunnen kleinere woningen nu in de vrije sector gaan verhuren. Voorheen zou dat gereguleerd zijn, dus voorheen kon je dan €600 vragen. Nu misschien 900, dus de waarde van dat huis gaat keer anderhalf. Mm-hmm. Dat is prima, alleen op dat moment was dat goed. En voor die ingezakte huizenprijzen was genoeg rendement te halen. Dus dat treintje ging op die manier weer lopen. Echter, als je vervolgens zegt, de WOZ-waarde is bepalend voor welke woningen wel of niet gereguleerd zijn. Mm-hmm. Betekende dat doordat dat treintje weer ging lopen, dat er steeds kleinere huizen in aanmerking kwamen voor liberalisering. Hmm. En steeds meer geld van beleggers dus naar steeds kleinere woningen ging. Ja. Waardoor, inmiddels wil iedereen weer kopen in plaats van huren, ook op jonge leeftijd. Maar dan kom je er niet meer tussen, want voor de verhuurder is dat huis inmiddels veel meer waard geworden. Ja. Nou was dat natuurlijk ook de kritiek die onder andere deze week, maar ook vorige week volgens mij verscheen van veel mensen die nu een huis verhuren. Mm-hmm. Particuliere verhuurders met name die erover klagen dat de aanstaande wet, om even een sprongetje te maken, die volgend jaar van kracht gaat om die WOZ-waardebepaling anders vorm te geven. Ja. Dat die wel het een en ander doet met hun inkomstenstromen. Lees die naar beneden haalt. Hoe kijk jij tegen die nieuwe wetgeving aan en lost die ook echt de problemen op die er nu zijn? Nou, ik denk dat het een goede stap is. De wetgeving maakt dus dat er weer meer woningen sociale huur blijven, gereguleerde huur, mm-hmm. Minder in het vrije segment vallen. Want het is een cap, hè, wordt er gesteld op de WOZ-waarde. Ja. Wat ja. betekent dat precies? Voor de WOZ-waarde krijg je een aantal huurpunten. Mm-hmm. En de huurpunten, dat gaat over hoeveel oppervlak heb je. Volgens mij zelfs de lengte van je aanrecht. Ik ken niet helemaal de systematiek, maar per huurpunt betaal je zoveel euro huur in de maand. Ja. En als je boven de 142 punten uitkomt, dan is het geliberaliseerd. En dan is het gewoon de marktprijs. Mm-hmm. En in praktijk zit daar dus tussen het uiterste puntje van de gereguleerde markt en waar de vrije sector begint, zit een gat. Vooral in populaire gebieden. Als je in
Zeeland gaat kijken, is misschien wel de markthuur hetzelfde als de gereguleerde huur. Maar vooral de gebieden waar dit speelt, de grote steden, de studentensteden, daar zit daar een gat. Ja. Dus ik denk dat het, ja, het is een goede stap om die WOZ-punten weer terug te dringen. Maar het is in de kern fundamenteel een denkfout dat we WOZ-punten verwerken in de huur. Ja. Zeker omdat, kijk, zoals ik al begon, de prijs van een huis wordt bepaald vanuit de huur. En als je een gereguleerde huur hebt, van laten we zeggen 600 euro, dan is de prijs van dat huis bijvoorbeeld 350 keer die 600 euro. De marktwaarde gaat uit dat er geen regulering is. Maar daar is in principe geen sprake van. Voor een woning betaal je de marktwaarde in de vrije markt. Als die niet in de vrije markt is, dan betaal je door langer te wachten voor dat huis. Ja. En die twee systemen, als je die mengt zoals gedaan is, dan krijg je een soort feedback loop beide kanten op, waarbij er nu steeds kleinere woningen in aanmerking komen voor liberalisering. Ja. Dus steeds meer geld van beleggers, ook internationaal inderdaad, zal naar die huizenmarkten gaan. Mm-hmm. In gebieden die toch al verhit waren. Die woningen worden dus meer waard, krijgen meer punten. Kunnen ze weer makkelijker geliberaliseerd worden. Mm-hmm. Nou, kan er weer meer geld naartoe. En dat blijft zo doorgaan. En daarbij, het eet de bestaande markt op. Dus de bestaande sociale huur, de koopwoningen worden dan vrije sectorwoningen. Mm-hmm. En ik denk dat daar heel veel nu, dat daar de schoen echt wringt. Dat jongeren nu, ik heb het nog even opgezocht, maar nu volgens mij 3 keer zo vaak in een vrije sectorwoning zitten als 2008. Ja. En dat gaat ten koste van hun kansen op een sociale huurwoning of een koopwoning. Mm-hmm. Dus eigenlijk de manier dat we op de WOZ-waarde een prijs speelt in de waardebepaling van een huis, een heel fundamentele waardebepaling, althans als het ook aankomt op het verhuren, toekomstig verhuren van een woning en dergelijke, heeft onder bepaalde omstandigheden een prijsopdrijvend effect. Kan zo'n feedback loop, in mijn eigen woorden even, kan je... Heeft zo'n feedbackloop kan een prijsopdrijvend effect hebben. Ja. En zelfs nu zo ver komen dat, we hebben de jongeren gezien die op bij het Westerpark stonden. Ja. En zeiden van, ik wil niet werken om te kunnen wonen. Maar die dus inderdaad in die vrije sector huren woningen zitten. Waar ze dan 1600, 1700 euro per uur aan huur betalen. Nou, per maand hoop ik. Per maand al, ja. Maar inderdaad, en dan met een jaarcontract waarschijnlijk. Ja. Waar je eigenlijk de kans niet krijgt om een toekomst op te bouwen. Ja. Ik denk, zo zie ik woningen, we hebben behoefte aan plekken waar je een toekomst kan opbouwen. En natuurlijk mag het iets kosten, het hoeft niet gratis. Maar de woningen die nu in de vrije huur belanden, daarmee verdwijnen toch ook wel gewoon fijne woonplekken. En de mensen die daar wonen, ze hebben een dak boven hun hoofd, maar ze blijven toch om zich heen kijken vaak. Van, kan ik niet alsnog een sociale huurwoning vinden of een koopwoning? Ja. Dus of je dan echt vraag wegneemt, is de vraag. En het is nu een feedback loop naar boven. Maar hij kan straks ook de andere kant op. Zou ook zomaar kunnen gebeuren dat als de prijzen weer zakken, daalt de WOZ-waarde, dan dalen die punten ook. Hm. Dus dan gaan de huren omlaag, vallen er meer terug in de gereguleerde sector. Het is een soort pseudo-marktwerking, maar we hebben twee fundamenteel verschillende systemen met elkaar geprobeerd te verbinden. En dat ontspoort. Wat zou een beter alternatief zijn voor een WOZ-waardebepaling? Nou, ik weet niet of het in de WOZ-waardebepaling per se gezocht moet worden. Kijk, het probleem wat er was, was dat verhuurders, we wilden heel graag verhuurders hierheen halen. Mm-hmm. Die moeten natuurlijk wel een business case hebben om te gaan verhuren. Ja. Dus of de woningen waren kennelijk te duur of de huur was te laag om hun business case rond te maken. Mm-hmm. En eigenlijk is dat een probleem wat eigenlijk al, volgens mij al sinds de jaren 70 speelt, dat de koopwoningen
hebben we gesubsidieerd met hypotheekrenteaftrek. Nogal. Ja, vrijstelling van vermogensbelasting. Ja. Volgens mij, het rekent zelfs door in hoeveel, omdat het van je de verzamelinkomen afgaat, krijg je ook weer meer toeslagen. Er zitten best wel heel veel verborgen dingetjes. Omdat we daarmee koopwoningen duur maken, moet je de huur ook gaan subsidiëren. Hm. En niet andersom, hè, dat het vanwege het subsidiëren van de huur die koopwoningen dan gesubsidieerd moeten worden. Maar de marktwaarde werd altijd echt bepaald door de huizenkoper. Die bood het meeste voor een huis, dus dat is de marktprijs. En hij bood het meeste ook vanwege al die subsidies. Maar dat drijft die prijs op. En vervolgens, ja, een investeerder die zal zeggen van ja, ik wil dat huis best kopen, maar alleen als ik zoveel huur kan vragen. Natuurlijk, ja. Dat betaalt niemand ervoor, dus hij koopt dat huis niet, dus er is geen vrije sector huur. Mm-hmm. Dus de wereld van huur en kopen ligt uit elkaar. Nou, we hebben decennia lang gedacht van oké, als we dan die huurders meer hypotheek geven. We geven starterslening, we geven het tweede inkomen meer mee. Dan komt die huur dichter bij die koop. Ik weet niet zeker of we dat echt gedacht hebben, maar we hebben het wel altijd zo gedaan. Het is zo gebracht in ieder geval. Maar door al die extra duwtjes in de rug van de huurders zijn de koopprijzen alleen maar weer omhoog gegaan. Want de kopers konden daardoor meer bieden, dus dat huis werd meer waard. Ja. Dus die twee zijn op die manier nooit bij elkaar gekomen. Ik krijg eigenlijk het idee ook, als ik je zo hoor, dat bij het maken van plannen vanuit het kabinet of vanuit de regering of de overheid, of zo je wilt, over de huizenmarkt, er nog te weinig op de lange termijn, of in ieder geval, zeg maar, waar willen we over 5 of 10 jaar staan, wordt gedacht. En dat er te weinig bijvoorbeeld, hè, wat je net aangaf, die WOZ-waardebepaling, dat kan dan ook omhoog, het kan omlaag, prijsopdrijvend, prijsdrukkend effect hebben. Maar waar wil je de limiet hebben? Waar wil je eindigen? Waar wil je dat het stabiliseert? Ja. In plaats daarvan worden er maatregelen geïntroduceerd die dan ter liberalisering van de woningmarkt strekken. Maar die niet de ambitie helemaal afronden in de zin van waar moeten we verder gaan kijken? En waar komt het uit? Waar landt het? Ja. Nee, eens. Twee dingen daarover, denk ik. Kijk, ten eerste, er is altijd gedacht van uitgangspunt is altijd geweest, de huisprijzen mogen niet omlaag. Dus het is altijd, hoe maken we dan de huren duurder, zodat het in de buurt komt van van die business case van de particuliere verhuurder, of stimuleren we de koper. En inderdaad, die WOZ-punten, ja, waar stopt dat? En ik zou het een hele goede discussie vinden, hoeveel vrije sector huur heb je nodig? Hoeveel de gereguleerde huur? En hoe blijft dat in evenwicht? Want nu is al het geld wat Stef Blok op internationale vastgoedbeurzen heeft geprobeerd hierheen te loodsen, is allemaal naar bestaande woningen gegaan. Ja. We hebben gezegd, die corporatiewoningen gaan we makkelijker liberaliseren, maar ook de kleine koopwoningen. Denk ik een beetje over het hoofd gezien destijds. Ja. Maar alle kleine woningen gaan we liberaliseren, maar die huizen stonden er al. En waarom zijn die niet naar nieuwbouwwoningen gegaan? Waarom is dat geld vooral naar de bestaande woningvoorraad gegaan? Nou ja, goedkoper. Ik ben geen belegger. Ik denk. Te veel eisen aan nieuwbouwwoningen? Nou, ik denk dat dat als je de krant openslaat, moet dat het zijn. Nee, ik denk daar twee dingen. Ten eerste, het lijkt mij veel sneller rendement, want het huis staat er al. Je hebt minder risico dat er iets misgaat of een muurtje weer instort. Ja. Maar waar de grootste winst zit, is bij het moment van liberaliseren. Als je een huis koopt onder de grens en je weet het te liberaliseren, omdat stel je koopt vandaag een huis en per 1 januari gaat de WOZ omhoog. Nou, je hebt een beetje uitgerekend hoeveel punten dat oplevert en dat die net boven de grens valt. Ja. Als je hem kan omzetten, dan gaat die huur fors omhoog, wordt dus dat huis veel meer waard. Dus daar, ja, dat is voor investeerders natuurlijk een hele interessante casus, dat ze op die huizen konden springen. Ja. Maar het gevolg is dus dat daar een run op is gekomen. Je ziet ook echt dat appartementen in die tijd fors sneller in prijs stegen dan de rest van de woningmarkt.
En ook de steden, voor mijn gevoel, daar begon de markt echt weer een beetje op te warmen. Maar het gevolg is, omdat die huizen meer waard zijn geworden door te liberaliseren, is ook de grond meer waard geworden. En ik denk dat daar echt een systeemfout, met de beste bedoelingen hebben daar een systeemfout geïntroduceerd. Dat we al dat geld naar de bestaande woningen hebben geloodst. Mm-hmm. Waarmee de grond is een afgeleide van de bestaande huizen. Mm-hmm. Ik moet zo zien, mijn eigen huis bijvoorbeeld. Ik heb het volgens mij ook moeten verzekeren voor zeg 1,5 ton. Hè, als het instort, kan het worden herbouwd voor 1,5 ton. Mm-hmm. Als ik het zou verkopen op Funda, zeg dat het 3,5 ton zou opbrengen, dan is de grond onder dat huis 2 ton waard. Dus 3,5 min 1,5, 2 ton. Ja. Omdat we die beleggers allemaal op de bestaande huizen hebben laten afgaan, zijn die huizen in populaire gebieden, de kleine woningjes, misschien wel verdubbeld in prijs. Die grond is dus ook fors toegenomen, misschien wel meer dan verdubbeld. Als er dan een nieuwbouwproject moet starten, dan wordt wel gewoon die grondprijs gerekend die er in de bestaande huizen gerealiseerd is. Mm-hmm. Maar ja, de belegger die bood het meeste en dan vooral voor bestaande huizen, daar zal hij zijn redenen voor hebben. Als die belegger niet gaat bieden op de nieuwbouw, omdat het minder interessant is, ja. Dan ligt die marktprijs misschien in nieuwbouw wel een stukje lager dan in de bestaande bouw. Mm-hmm. En zeker bijvoorbeeld, hè, stel, er wordt hier in de straat, ik liep hier naartoe, er zijn allemaal studentenpanden. Er zitten misschien 10 studenten in keer 400 euro, 500 euro per maand. Ja. Ik weet niet precies. Dat pand is heel veel waard omdat die huur zo hoog is. Mm. Maar de grond wordt dan ook duur. En als we dan bij nieuwbouw zeggen van ja, maar je mag niet verkameren, dan komt die business case niet rond. Mm-hmm. Als daar gewoon een gezin moet gaan bieden op een woning, maar de grondprijs wordt bepaald eigenlijk door beleggers die verkameren of twee, soms wel 3 expats in huis stoppen. Ja. En op die manier dat huis maximaal uitnutten, mm-hmm. Dan ontstaat daar een mismatch. Ja. En je zegt dus eigenlijk het moment van liberalisering, het moment dat er een bestemming wijzigt van een pand, van een grond, van een locatie, dat is het moment waarop beleggers kunnen verzilveren. Ja, daar is heel veel. Daar doen ze het voor. En daar zit zelfs een systeemfout, zei je net. Nou, ik denk twee, nu ik erover nadenk. Want één systeemfout is dat we bedacht hebben, hè, met de beste bedoelingen, we moeten die vrije sector huur. Maar dat we al het geld naar de bestaande bouw hebben geloodst. En zijn vergeten dat de nieuwbouw daarmee misschien wel moeilijker wordt. Mm-hmm. Een tweede fout vind ik, wat echt onderbelicht is, waar we het nooit over hebben. Van wie is die waardestijging nu eigenlijk? Op het moment dat er een bestemmingswijziging plaatsvindt, mm-hmm. Een gemiddelde vierkante meter agrarische grond in dit land, gewoon grasland, is 5, 6 euro. Per vierkante meter. Vierkante meter, ja. Als dat bouwgrond wordt, een bouwbestemming krijgt, mm-hmm. dan gaat dat keer 100. Mm-hmm. Dat wordt 500 euro. Mijn rekenvoorbeeld net ook, volgens mij van een huis is ongeveer 1/3 is grondwaarde. Mm-hmm. Maar dat is het pas op het moment dat je er mag wonen. Mm. Als het die agrarische grond is, de grond onder mijn huis, wat zou het zijn? Ik weet niet precies, maar men zegt 1000 euro dan. Maar als je er mag wonen, wordt dat tonnen waard. Mm-hmm. Ik vind echt onderbelicht wie nu eigenlijk die bestemmingswijziging, wie daarvan de waarde zou moeten krijgen en welk deel dan. Want nu is dat de particuliere die het toevallig al bezit, of toevallig, of die dat in het verleden gekocht heeft omdat hij dacht van daar gaat gebouwd worden. Ja. Of de gemeente, vaak is het ook de gemeente. En dan komt zo'n project wat makkelijker uit, hè, want dan kun je de infrastructuur aanleggen en je haalt grondinkomsten terug. Mm-hmm. Maar waar nu... Waar ik altijd een beetje kriebels van krijg rondom het bouwen, is dat het heel erg focust op, we moeten meer bestemmingsplannen hebben, we moeten meer vergunningen afgeven. Mm-hmm. Er wordt heel erg gedrukt van, we moeten 130% bouwplannen hebben. Ja. Want er valt 30% af. Ja. Ja. Ja.
Ja, en ik denk dan van joh, als ik 10 goede voornemens had en ik merk dat ik er 9 niet gehaald heb, moet ik er niet volgend jaar 15 maken. Ik moet zorgen welke nou echt het belangrijkste zijn en daar ga je echt op richten. En, mm-hmm. Nu hebben we bouwplannen liggen. Volgens mij 960.000 woningen hebben we de plek voor. Bestaat al, maar er wordt nog steeds heel erg geduwd van we moeten meer bestemmen, meer. En we moeten meer buitenstedelijk. En dan hoor je hele specifieke locaties genoemd worden, met grote regelmaat. Okay. Rijnenburg, Gnephoek. Dat zijn gewoon plekken die zijn al jaren in bezit van grote projectontwikkelaars. Met het idee dat ze daar ooit konden gaan bouwen. Dus even een stapje terug. Deze hele oproep om te bouwen, bouwen, bouwen. Hè, hoorde natuurlijk ook tijdens het woningprotest weer. Wat je nodig hebt is meer huizen bouwen. Jij maakt je zorgen dat daarmee waar die huizen dan gebouwd worden. Want bouwen gaat natuurlijk om, je moet die huizen op de goede plekken bouwen waar mensen ook willen wonen. Maar met name de vraag, wie profiteert er ook eigenlijk van dat dit mantra de hele tijd wordt herhaald en dat vervolgens bepaalde bestemmingen worden aangewezen om tot woningen te worden omgekat? Ja, bestemmingen en gewoon geld wat erheen vloeit. Het is niet voor het eerst, hè, dat het gebeurt dat er zo geduwd wordt dat we moeten bouwen. We hebben in het verleden is dat meermaals geweest. Ik kwam een heel mooi krantenartikel tegen uit 1987 van een commissie bouwsubsidies. Die gingen kijken hoe de bouwsubsidies in de jaren 70 waren uitgegeven. Ja. En in dat artikel, er speelde exact hetzelfde. Er was een gat tussen de goedkope huur en de koopwoningen. Daar wilden ze met subsidies dichten. En iedereen was overtuigd dat we moesten bouwen, bouwen, bouwen. En niemand durfde meer kritische vragen te stellen of te kijken of het geld goed werd uitgegeven. Of dat niet die huizen daardoor duurder werden. Of er op de goede plek werd gebouwd. Hmm. Er is gewoon een risico dat je een beetje de regie uit handen geeft als democratie. En zeker als we zeggen 130% bouwbestemmingen. Als we het allemaal tegelijk gaan doen, dan duurt het ook langer voordat het eerste huis af is. Mm-hmm. Dat ten eerste al. En we hebben ook een tekort aan ambtenaren en mensen die het moeten doen. En bouwmaterialen. Dus alle theorie zegt dan van, joh, focus, richt je op je hoogste prio en ga dan naar de volgende. Ja. En zorg en stuur op de output en niet op hoeveel we starten. Oké. En waar zit dan, wat jou betreft, waar zou die prioriteit moeten liggen? Volgens mij hebben we al bouwplannen klaar liggen en weten we welke we snel kunnen realiseren. Ik zou zelf verwachten dat er veel meer rugbaarheid zou zijn van hoe staat het dan met die projecten? Kunnen we nog iets doen om te helpen? Ik bedoel, het Westerpark staat vol, misschien willen er wel mensen meehelpen als het nodig is. Daar zijn oplossingen voor te verzinnen, maar daar hebben we het voor mijn gevoel te weinig over. Het gaat veel meer over het loskrijgen van nieuwe projecten. Yeah. En dan vaak ook zit er heel veel frictie tussen wie draait erop voor de infrakosten en wie krijgt de winst van de grond. Wat bedoel je met die, wie draait erop voor de infrakosten? Nou, bijvoorbeeld een Rijnenburg is een grote polder bij Utrecht. Mm-hmm. Daar wordt al sinds eind jaren 80 geknokt om daar een bouwbestemming te krijgen. Maar het ligt onder zeeniveau, het moet eerst nog bouwrijp gemaakt worden. Eigenlijk kan de A2 en de A12 kunnen dat nauwelijks meer aan qua opritten. Ja, okay. Er moet veel gebeuren. Ja. Die kosten die slaan dan over het algemeen neer op de maatschappij. Mm-hmm. Tenminste, als je niet oppast, als je die discussie niet hebt en de winsten. Die grond is niet meer van de overheid. Dus ik stel me zo voor dat daar een stuk minder winst uit te halen is, initieel. En die discussies zijn op heel veel plekken op dit moment. Met het bouwen, bouwen, bouwen mantra slaat enigszins de discussie door naar van geen vragen stellen, doe maar gewoon. En geef er nog wat geld bij en dan kijken we daarna wel verder. Ja. Dat vind ik een eenzijdige discussie. Ja. We moeten sowieso bouwen, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Alleen de mensen die roepen dat we moeten bouwen, hoor ik nooit over wat er nou eigenlijk gebouwd is en wat de voortgang van die projecten is. Het gaat veel meer om het bestemmen, lijkt het. En dat heeft wat jou betreft ook een logische verklaring. Althans, dat
Dus er zit gewoon heel veel centjes gaan erin om op het moment dat die bestemmingen wijzigen van bestemming, dat er plannen worden omgezet, dat bepaalde plekken worden omgezet. Ja. En daar meer licht op laten schijnen, daar meer openheid over hebben, is belangrijk voor als het gaat over komen die middelen die we wel uitzetten om nieuwe huizen te bouwen op plekken waar mensen zouden willen wonen, komen die wel op de goede manier terecht? Wordt het wel goed besteed? Ja. Ja, ik zie daar weinig van. Ik hoop altijd dat zicht er ergens wel is op het ministerie. Maar in de discussie, in het publieke debat, zie ik daar heel weinig van. Hmm. Dat is misschien ook niet iets te... Dat is ook wel een vrij technisch verhaal, zou ik misschien kunnen zeggen. Of het is... We denken dan... Heeft het ook niet mee te maken dat het... Het heeft dan toch iets van een soort gemeentepolitiek-achtig gevoel. En daar hoor je natuurlijk nou eenmaal gewoon veel minder over dingen die daarop spelen. Zijn het überhaupt trouwens beslissingen die dus, waar de gemeentes ook, we bekijken het even uit de decentralisatie vanuit de overheid de afgelopen 10, 15 jaar, mm-hmm. dat de gemeentes daar steeds meer bevoegdheden hebben gekregen, ook vanuit de overheid, steeds meer daarop zitten, maar dat het dan... Ja, die lokale verstrengeling, hoe dat precies zit met wethouders en met projectontwikkelaars en beleggers. Ja, en... ja, het gaat over meerdere schijven. Kijk, ik ben geen expert van hoe een gemeenteraad werkt of hoe exact de provincie en de gemeente en het Rijk daarin samenwerken. Mm-hmm. Maar ik constateer wel dat er heel veel kritiek is op dat er te weinig gebeurt, maar dat niemand komt met een nieuw systeem. En dat we ook niet de discussie hebben over wat er in het systeem fout gaat. Want dan is het, dan komt het door de stomme NIMBY's. Of het is een linkse gemeenteraad die heeft het weer gedaan en die stelt te veel eisen. Maar ik denk dat het heel logisch is om eisen te stellen. Er is met die bestemming heel veel winst te halen. Maar ik vind dat als je als democratie zegt van wij bestemmen dat als bouwgrond... dat je dan best iets ervoor terug mag vragen. Dat je zegt van, hé, we willen zoveel procent sociale huur, we willen wat groenruimte, er moet misschien een voetbalveldje bij. Die discussie is, het wordt nu heel erg gepolariseerd, alsof het een soort, dan hoor je zelfs Noord-Korea, moeten we dan alles maar reguleren. Alles reguleren, ja, terwijl... Voor mijn gevoel, ik kreeg ook op Twitter dan de opmerking van ja, moeten we dan de supermarkten ook reguleren? Maar noem mij één ding in de supermarkt wat niet gereguleerd is. Ja. Het is allemaal gereguleerd. En als het product zelf niet gereguleerd is, dan is het wel geproduceerd door mensen met bepaalde arbeidsvoorwaarden waar we ook eisen aan stellen. Ja. En met z'n allen kunnen we best vinden van joh, als je het niet tegen die voorwaarden kan doen, dan moet je het misschien maar niet doen. Dus de standaarden op basis waarvan die nieuwe woningbouw die projecten worden opgezet, wordt gefinancierd, de locatie van bestemming wijzigt, daarover zouden we meer discussie met elkaar moeten hebben. Ja. Ja. Omdat daar, als je gewoon bekijkt de logica ook van de projectinvesteerder en de projectontwikkelaar en de belegger hanteert, zie je dat daar veel geld wordt verdiend. Daar is waar aan het begin ook van zo'n project de klapper wordt gemaakt eigenlijk. Ja. En als je het hebt over financiering van de huizenmarkt, financiering wil aantrekken daarvoor, zien we dat eigenlijk in het huidige systeem er te veel naar de bestaande woningvoorraad is gegaan. Dat omkatten, dat omzetten naar, we kennen het allemaal, kleinere woningen, meerdere kamertjes maken, waar dan nu Amsterdam weer iets probeert tegen te doen, dat je niet meer zoveel mensen op één woning mag wonen. Mm-hmm. Maar te weinig naar die nieuwe huizenvoorraad, te weinig naar nieuw huis. En juist die hebben we ook nodig. Ja, ja. Alleen de gemeente kan dan heel veel eisen stellen aan de nieuwbouw. Maar voordat ze dat aan de bestaande huizen kunnen doen, zijn we jaren verder met allemaal wetswijzigingen, zoals het opkoopverbod. Maar als ze die eisen wel stellen aan de nieuwbouw en niet aan de bestaande bouw, dan trekt dat geld nog meer naar die bestaande bouw en wordt die nieuwbouw minder goed mogelijk. En het ligt wel een beetje genuanceerd natuurlijk, want als je meer mensen in die bestaande woningen zet, dan is dat ook goed tegen de... tegen het woningtekort, want er is daadwerkelijk wel een tekort natuurlijk. Ja. Ik ben dus bang dat we daarmee wel de nieuwbouw afremmen door dat te doen. We hebben nu denk ik de hele gedeelte van de analyse hebben we gehad, denk ik, waarbij jouw hersenen goed zijn leeggelopen over wat hier nou de problemen precies zijn. Laten we eens kijken naar wat dan... Wat politiek dan misschien nodig is, of wat vanuit bestuur nodig is, vanuit beleid nodig is.
hoort ik veel oproepen van mensen nu zeggen, de overheid moet weer de regie nemen. En heb ik het goed als ik dat begrijp, dat ik bij jou dat ook eigenlijk proef? In ieder geval in de zin van, de ambities moeten duidelijk worden gemaakt van de overheid. Waar willen we dat we met de huizenmarkt gaan staan over een bepaalde tijd? Waar willen we dat de prijzen ongeveer landen? Wat zijn de bandbreedtes? Hoeveel nieuwe woningen moeten worden gebouwd? In plaats van dat af te schuiven op van, nou, we gaan de prikkels goed zetten en we laten de markt zijn werk doen en wat eruit komt, komt eruit. Ja, ja, zeker. Ik denk dat er vanuit de democratie, het volk, de overheid, die hoek, moet er meer een visie komen op wat willen we. En nu praten we toch een beetje achter de frames aan die vanuit de markt komen, zoals middenhuur. Maar goed, met het gevaar dat we dan daar helemaal induiken. Maar we moeten zelf meer de regie pakken van wat voor huizen willen we, waar willen we ze, hoe gaan we ze neerzetten. En inderdaad, waar stabiliseert het systeem zich? Alleen, we moeten ook ergens een keer, denk ik, de pijn gaan nemen dat als we vrije sector huur willen, en dat willen we graag, en er is er heel veel voor te zeggen, dan willen we het misschien niet tegen die ontzettend hoge prijzen en tijdelijke contractjes. Maar dat betekent dan wel dat de koopwoningen misschien wat meer richting de onderkant van de markt moeten gaan bewegen, in plaats van dat we altijd maar huurders richting koop hebben geduwd en de huren hebben opgekregen richting koop. Ja, okay. Ja. Dus en ik denk, hè, het moment was perfect in 2013 om te zeggen we moeten dingen gaan herzien. We hebben daar een paar fouten gemaakt met dus echt wel een systeemfout met die WOZ-punten en het weer richting hoge huizenprijzen in plaats van denken van hoe het is nu gezakt, hoe houden we hem laag. Ik ben vrij optimistisch dat moment weer komt, ooit. Het is natuurlijk heel moeilijk voorspellen wanneer, maar er gaat heus een moment komen dat die markt weer wat lager staat en wat stabieler wordt. Hoe zijn we straks voorbereid dat we dan het moment goed pakken? Dat we dan denken van, prijzen zijn nu laag, dan kun je met een kleinere huur uit. Maar hoe zorgen we dan dat het ook stabiel en laag blijft? Ja, ik krijg nu toch vooral het gevoel dat als het zover is, ooit, dan kijken we dan weer wat er gebeurt. Ja. In plaats van dat we plannen hebben wat we doen in zo'n situatie. Precies. En dan gaan we op dat moment met lichte paniek gaan we allerlei beslissingen nemen om die boel weer op gang te krijgen en te duwen. En dan ontspoort het en dan gaan we weer terugduwen. Ja. En dat eigenlijk proef ik dat nu ook een beetje, ook bij het woonprotest. Ik heb heel veel sympathie voor het woonprotest. De grondboodschap van hen is toch terug naar huisvesting, ja. Volkshuisvesting. Ja. Ook daarvoor heb ik heel veel sympathie. Alleen ik zie het als een soort tegenbeweging. Nu de markt aan het ontsporen is, willen we terugduwen. En dan straks hebben we heel veel volkshuisvesting. En dan gaan we misschien weer terug richting markt. Waar willen we nu uitkomen met z'n allen? En ik denk dat we dan meer als maatschappij ook moeten denken van, hoe kan die markt in ons voordeel gaan werken? Hoe zorgen we dat als al die beleggers op de markt komen, dat wij er ook wat aan hebben? En als die grond meer waard wordt, dat wij daar ook van profiteren? Ja. Is het ook niet zo dat, je zei net dat het ons voordeel strekt, maar is het op de huizenmarkt, laat de huidige problemen het ook niet zien dat er enorme tegenstrijdige of elkaar uitsluitende belangen zelfs kunnen zijn op die huizenmarkt. Ik bedoel, kijk, als het natuurlijk één groep die profiteert van de huidige situatie, dan zijn het gewoon huizenwoningbezitters. Ja, ik... Ja, die zijn dat toch gewoon de stille meerderheid die stiekempjes VVD stemt en die denken het zal allemaal wel. Nou, ik vraag me dat echt oprecht af. En dat was ook mijn aanname toen ik ging bloggen en flink heb lopen lawaai lopen maken dat die prijzen verder omlaag moesten. En vind ik nog steeds overigens. Durf ik ook hard op te zeggen. En ik kom heel weinig mensen tegen die zeggen dat het duurder moet worden. Nee, natuurlijk, dat zal niemand zeggen. Maar nee, iedereen is er wel stilzwijgend. Vraag ik me echt af. En zoals ik zei, ik heb zelf een koopwoning keurig getimed op de bodem gekocht. Er zit inmiddels heel veel overwaarde in. Ja, ik heb er ook wel wat tijd in gestopt om dat te timen. Ja. Maar ik heb ook 3 kinderen en die moeten straks ook die markt op. En ik kan niet met mijn overwaarde 3 huizen voor hen gaan kopen. En
Maar ze kunnen het zelf ook niet, nee. Als de huizenprijs zo omhoog gaan. Nee, ja. Dus ik heb veel meer belang dat het ook weer binnen bereik van hen komt. Dat zij gewoon met hun inkomen, niet met mijn overwaarde of met winsten uit het verleden, maar met hun inkomen gewoon een normaal huis kunnen kopen. Ja. Met een beetje toekomstzekerheid en dat je er mag blijven ook. Ja, nee, goed, dat snap ik ook. En dat is natuurlijk ook niet, ik bedoel niet, het is een soort egoïstische impuls van ik heb een woning en nou ga ik lekker zitten en de rest kan na mij de zonvloed. Dat bedoel ik ook niet, maar ik denk wel dat het je, dat is natuurlijk wel gewoon, het is natuurlijk wel gewoon gemakkelijk. Ja? En dus aan de andere kant zijn er natuurlijk ook wel weer maatregelen waarmee het eenvoudig wordt gemaakt. Of je hypotheken waarmee je overwaarde kan verzilveren en dat je weer kan schenken, belastingvrij aan je kinderen. Zo help je ze toch maar in handje. Dat moeten we aanpakken. En wat nu, ik zie het inderdaad gebeuren. Ik heb de discussie ook eens met mijn ouders. Die hebben natuurlijk ook ergens begin jaren 70 een huis gekocht. En horen ook bij die groep met enorme overwaarde wat dat betreft. Er zit toch ingebakken dat je voor je eigen kinderen wil je het goed doen. En zo is het ook. Hè. Je moet binnen het systeem moet je zelf het beste doen wat voor jou het beste is. Maar we moeten wel met z'n allen een systeem bedenken dat dat dan ook nog een beetje werkt uiteindelijk. En dat die overwaarde inderdaad, dat daar producten voor bedacht worden om dat door te schenken en te lenen. En dan blijft er vast nog wat aan de strijkstok hangen bij de hypotheekadviseur. Dat is wel zeker. Ja. Ja, ik vind dat een hele kwalijke ontwikkeling. En kijk, ik heb zelf best lang gewacht met kopen. Hè. Ik zat in een huurhuis te wachten tot die boel eindelijk een beetje gedaald was. Daar was ook best wel wat vertrouwen en overtuigingskracht naar anderen voor nodig om te blijven huren. Maar uiteindelijk vind ik gewoon met een normaal inkomen wil je gewoon een normaal huis kunnen wonen. Ja. En dan is voor mijn gevoel de markt normaal. Ja. En dat was toen ik de markt betrad niet, en dat is nu weer niet. En ik denk dat zelfs de mensen die enorme overwaarde hebben, toch ook zullen inzien op enig moment dat hun kinderen niet meer ertussen komen. Of, het klinkt ook wel. Ik snap dat het timen van het kopen van een huis ook een natuurlijk heel interessant en ook niet alleen financieel interessant, maar ook gewoon uitdagend kan zijn. En dat je dat. Ja, dat ook een opgave is in een zekere zin. Noodzaak. Ook noodzaak. En dat is misschien het ook nu wel. Hè. Kijk, het is, er zit natuurlijk een cycliciteit in huizenprijzen. Dat is duidelijk. Ik bedoel, we moeten ons geen illusies maken. Want dan krijg je gewoon een soort Noord-Koreaanse praktijken. En zelfs daar lukt het niet. Nee. Dat je een stabiele huizenprijs krijgt. Nee, er zit natuurlijk altijd cycliciteit in. Er zit dynamiek in. Er zit elasticiteit in, duidelijk. Maar ja, nu kunnen mensen gewoon geen kant meer op. En het is nu zo ver gekomen dat, kijk naar inderdaad de millennial die 1700 euro huur per maand betaalt. Ja. Misschien ZZP'er is ergens en dus ook geen pensioen opbouwt. En het gevoel heeft dat zijn of haar leven gewoon niet van de grond afkomt op dit moment. Omdat toch ook in Nederland, als je een koopwoning of in ieder geval gewoon werk en een pensioen opbouwt, iets waarmee je vermogen opbouwt, is toch, of je nou leuk vindt of niet, een belangrijke stap voor veel mensen om verder te gaan en om uit je studententijd te groeien, om uit je om volwassen te worden, laat ik het zo zeggen. Mijn ouders die zeiden altijd van je kunt ook wat gaan huren, dan betaal je misschien minder, maar je bouwt niks op. Ja, maar dat is natuurlijk tegenwoordig niet meer zo. Dat is zo omgeslagen, maar eigenlijk zoals zij het toen zei, dat was kennelijk de mentaliteit, dat stel ik me dan voor, hè, dat de mentaliteit was van de babyboomers. Misschien moeten we daar wel weer naar terug. Maar dan daar hoort wel een veel lager huurniveau bij dan waar het nu zit. En vaste huurcontracten. Ja. Ik heb ook met zitten te doen met de millennials. Als ik 10 jaar jonger was. Ik heb best een tijdje gewacht tot die markt gezakt was. Als je dat nu met 1600 euro per maand moet doen en om het jaar verhuizen. Ja. Is het ook niet. Kijk, het is natuurlijk een beetje de vraag wat eerst komt, kip-ei-verhaal. Maar die cycliciteit van de huizenmarkt, daar zit ook wel een hele industrie omheen en een financiering omheen die daar gebruik van maakt. Die zegt van, bijvoorbeeld het feit dat we natuurlijk spreken van starters, doorstromers. Ja. Mensen die daarna in een knarhoofje terechtkomen, naar een bejaardenhuis gaan. Dat je een wooncarrière hebt, dat je je overwaarde kunt verzilveren. Dat zijn natuurlijk allemaal
Als je het zo één voor één bekijkt, denk je, nou, dat is prima een oplossing voor een probleem in de markt. Maar bekijk je het in zijn geheel, dan kan je natuurlijk ook vraagtekens bijzetten. Dat we überhaupt zo'n soort idee van een woningmarkt hebben gecreëerd. Met verschillende stadia en het verzilveren van je huizenprijs en dergelijke. En dat dat ook het voordeel strekt op allerlei manieren. En dat het alleen lukt door te starten met een starterswoning. Want dan kun je je overwaarde inzetten. Ja, en daarmee maak je natuurlijk de spelers van dat spel toch ook gewoon afhankelijk van die stijgende woning, van die cycliciteit. Ja. Die zitten dus in zekere zin, proberen ze ook dan goed in te stappen. Ja. Alleen ja, en voor de meeste, voor sommigen lukt het dan niet. Als je nu instapt bijvoorbeeld, zit je natuurlijk een heel hoog moment. Ja, maar ja. Ja, of je dan overwaarde hebt voor je volgende stap, dat valt te bezien. Precies, ja. Ja, nee, tuurlijk, daar is geld te verdienen. En je hoort altijd, dat is ook zo'n frame, we willen doorstroming. Dat is ontzettend goed voor de industrie natuurlijk. Want voor iedere transactie rinkelt de kassa. Ja. En de doorstroming, als het dan wordt vertaald naar de politieke uitwerking, dan gaat het toch vaak om dat mensen doorstromen naar tot het moment dat ze maximaal uitgeven aan een woning. Ja. Zeker, misschien moeten we daar vanaf, maar hoe breng je zo'n paradigmaverandering tot stand? Dat is nogal een ding. Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Misschien moeten we daar ook gewoon te raden gaan als een soort contrastbronnen bij buurlanden bijvoorbeeld. Ja, Duitsland. Duitsland, waar huren een hele andere rol speelt dan in Nederland. En waar het veel geaccepteerder is om zelfs je hele leven lang te huren bijvoorbeeld. Ja, en het is ook prima. Alleen niet tegen de voorwaarden zoals wij die nu in Nederland hebben. Ja. Daar wringt de schoen, denk ik. En volgens mij, ook de huren kunnen best omlaag als de hele huizenmarkt omlaag gaat. Of totdat je zo ontzettend veel gebouwd hebt dat er huizen leeg blijven en dat de huren zakken. Ja. Maar dit oplossen met alleen bouwen, dat gaat echt wel heel lang duren voordat dan de huren voldoende gezakt zijn, denk ik. Ja. Goed, Jasper. We hebben veel aangestipt in dit onderwerp, in dit gesprek. Het gaat over de WOZ-waardebepaling. We hebben het gehad over de wisselingen van bestemmingen van bepaalde locaties en wat dat precies allemaal doet. Dat is heel onderhoudend. Ik wil in ieder geval danken voor het gesprek en misschien tot de volgende keer. Graag gedaan. Dank. Dankjewel. Beste kijker van De Nieuwe Wereld, geniet je ook van onze uitzendingen? Vergeet je dan niet te abonneren op ons kanaal. Zo ontvang je altijd als eerste onze nieuwste uitzendingen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.